verder met Radio 538. Daar zorgde Wietse de Jager en Klaas van der Eerde vandaag misschien wel voor het gesprek van de dag. Dit uh, programma gaat stoppen. En dat is een, uh, een bittere pil. We zijn gevraagd om de ochtendshow voor Radio 538 te gaan maken. En we hebben dat met elkaar besproken. En uh, het antwoord was: ja, dat willen we wel. Dat vinden we wel leuk. Een nieuwe uitdaging. Uh, ik denk voor het programma ook wel, uh, wel een mooie ontwikkeling. En ja, weet je, wij hebben doordat we die geschiedenis hebben bij Radio 538, toch een klein beetje. Het groen-paarse bloed door onze aderen stromen. Dus ja, dit was uh, een beslissing om weer terug te keren op het oude nest. Mij is onlangs uh, de directe vraag gesteld uh, door de zenderleiding van 538. Uh, Wieetse, hoe zit je erin voor de lange termijn? En ik heb ook een uh, jong gezin thuis. Met uh, nu drie kinderen en de vierde is onderweg. En ik uh, ben daar heel graag bij. Ik hou enorm veel van mijn uh, vrouw en, uh, en kindjes. En ik, uh, ik wil daar heel graag de beste papa zijn die ik, die ik in, me, in, me, in me heb. Ik ben heel eerlijk uh, geweest tegen de zenderleiding. Dat kan ik gewoon nog niet overzien. Uh, daarop is de keuze gemaakt door, door 508 om, om dit programma vroegtijdig te stoppen. Dat is ruk. Ja. Ergens. Dat is zuur. Ja. Dat is heel dubbel. Ja, het is heel dubbel, maar het is geen geheim dat hij uh, vroege ochtendradio maakte dat hij dat al pittig vond. Nou, hij heeft er een aantal keren uh, behoorlijk over gezeurd uh, op de radio. Met, uh, ook met de luisteraars erbij en uh, meningen gegeven over het feit dat, het, uh, dat hij niet de papa kan zijn die hij wil zijn. En dat hij het ontzettend moeilijk te combineren vindt uh, vroeg in de ochtendradio maken. Dat is natuurlijk ook heftig. Nou, maar ja, maar hij is begonnen heeft bij Q ook een ochtendshow gedaan. Toen had hij nog geen, geen kinderen, maar je weet toch waar hij... Vorig jaar januari is hij begonnen. Toen wist ja, het en nog, ik, ik vind ook dat om. gezeur over de hele tijd. Weet je wel? Want je weet waar, waar je aan begint. Je hebt het driejarige contract, je zit nou op anderhalf. Ja, logisch dat als je hierover zanigt, dat ze dan op een gegeven moment gaan zeggen: van... Uh, hoe zie je de toekomst voor je? Want je krijgt nu een vierde kind. En, en, en uh, ja, daar kon hij dus heel duidelijk over zijn dat hij daar geen duidelijkheid maar over had. Ze sroegen geen geven. deuk in een pakje boot. Het ging nooit over die radioshow van nee. 5, 3, 18 in de nee. En ik denk dat Tim Klein dat heel goed gaat doen met de mannen van Evers. Dit is niet iets wat moet doen als zodra even stopt, maar nu met twee ertussen, drie keer in scheepsrecht. Dit is de show die het meeste lijkt op wat Edwin Evers deed en ja. die het meest succesvol was in de geschiedenis van Radio 5. Ik vind het wel een beetje zielen voor Klaas. Ja, ja. ja want dus dat die, die blijft een beetje, dat, dat, ja, dat is het kind die, van de race. De vorige keer ook niet, wat die hoorde dat hij ineens dat verhaal kreeg. Nee, over nee want hij zei, had. hij heeft toen ook gezegd, ja jongens, jij wilde die ochtend show en hij was eigenlijk de enige die, die, die wat gast teruggaf en, uh, en, en zei van, ja jongens, als jij weet dat je je op deze tijden moet werken. Want kijk, als je klaar bent met zo'n ochtendshow, moet je de show voor de dag daarna ook weer gaan voorbereiden. Ja, ja. En dan, dan slaap je inderdaad in een ander ritme. Dan kom je thuis en dan ga je niet je kinderen van school halen, maar dan moet je naar je net. Het is dat ook gaar dat je zit te luisteren naar uh, de radio. Je bent onderweg naar je werk. En in de tussentijd zit iemand te klagen dat je zo vroeg op moet. Ja. Ja, dat ja. geldt toch voor die luisteraars. Al die busjes ja. die op de weg zitten. Ja, en, ja, en, en, en die werken tot vier uur. En niet tot. tot 9 of 10. Ja, ja, ja. nee, dus uh, lukt het wel, dan ben je de, de, de koning van de radio en lukt het niet, ja, dan houdt het op. En dat is hier duidelijk het geval, Ronald. Ja, helemaal mee eens. Uh, ja, nou ik denk dat het nog even iets anders zit. Ik denk gewoon dat er is inmiddels ook een, een, een oude radiobaas terug uh, op het Nesbem 538. En Dave Minnebo, Dave Minnebo, mm -hmm. En uh, uh, Tim, ook eventjes bij Veronica gezeten. heeft daar de show van de Gené overgenomen. Die cijfers gingen toen ook netjes omhoog. En dat was met Wilford, was ook goed, maar hij kon het toch een beetje omhoog trekken. De twee oude sidekicks van Evers uh, van erbij. De, dit zijn ook gewoon business decisions. Iemand kijkt gewoon van wat hebben we eigenlijk? En zijn die luistercijfers nou heel hard omhoog? gaan. Uh, nou nee. Dus dan wordt er gewoon gevraagd van ga je aan boord komen blijven? Ja of nee, want anders gaan we in iemand anders investeren. Het is gewoon een spits die niet scoort. Zo simpel is het eigenlijk. Dus je denkt dat het meer een beslissing van 538 is geweest? Dat weet ik bij 100% zeker. Ja. Ja, 538 is gewoon gewend aan wij zijn de nummer 1 van Nederland. Dat is nu Q Music en uh, Radio 2. Ja. En zij willen gewoon die nummer 1 positie terug. Ja, en dan als dit niet werkt, dan wordt er geshuffeld. En ik snap wel uh, dat je wenst. He, en dat het dan uitkomt en dat je denkt, wat heb ik eigenlijk gewenst? Vervelend, maar tegelijkertijd te denk ik ook, van, ja, je laat wel je hele team toch een beetje vallen nu. Zo van, ja jongens, uh, ik kan het eigenlijk niet. Helaas.